Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Minecraft Server Development. In de vorige aflevering hebben we een aantal dingen gemaakt. We hebben een paar listeners toegevoegd. We hebben een join message gemaakt. We hebben een span gemaakt waar je spant als je joint, hier zo. En we hebben nog een aantal andere dingen gemaakt. En in deze aflevering gaan we ook weer verder met onze lobby. Oké, in deze aflevering gaan we even een aantal dingen aanpassen aan onze code die wij de vorige aflevering hebben gemaakt. We gaan in deze aflevering ook een server selector maken. Dus bij elke server heeft in zijn lobby wel een server selector. Dat is een, vaak is dat een kompas die je dan in je hand hebt en dan kan je daarop klikken. Dan opent er een GUI en dan kan je naar een server gaan. Dus een bepaalde game mode of game. Daar kan je dan op klikken. Dus dat gaan we ook maken. Hoe we via Bungie Cord naar een andere server kunnen. Als wij op een item klikken in de GUI. Vergeet in ieder geval alvast niet te liken. Want bij de 10 likes dan komt er pas een nieuwe aflevering aan. Dus als we de 10 likes niet hebben gehaald, dan komt er ook geen nieuwe aflevering. Dus like deze video zeker. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En je kan altijd onze Discord server joinen. De link daarvan staat in de beschrijving. En daar kan je altijd om hulp vragen. En dan kan je gezellig chatten en van alles doen. Dus join die zeker. Oké, laten we gelijk beginnen. Ik zie dat onze lobby, dat is nacht. Onze wereld, dat is op dit moment nacht. En vaak heb je in de lobby niet echt dat de tijd kan veranderen. Eigenlijk is het gewoon dat het altijd dag is. Dus we doen even dag maken. Time set day. Wat we dan kunnen doen is game rule. Do daylight cycle. Die kunnen wij op vals zetten. Dit zorgt ervoor dat de tijd nooit verandert in deze wereld. En dat is gewoon handig. Als je wil mag je het natuurlijk ook gewoon in de code maken. Dat je het programmeert dat het gewoon altijd dag blijft. Maar je kan het ook via een game rule doen. Zoals dit. Dat is gewoon wat makkelijker vind ik zelf. Laten we dan voor nu gelijk doorgaan naar onze code. Oké, ik had namelijk even een aantal tips binnengekregen van iemand over de vorige aflevering. En dat is als eerste de player pickup event. Zoals je kan zien is deze deprecated. Oftewel, dit event kan ooit een keer verwijderd worden. En dan is de plugin er gewoon stuk eigenlijk. Zoals je ziet is die ook geel gekleurd in IntelliJ. Dat betekent dus dat die deprecated is. En een ander alternatief voor dit event is de entity pick-up item event. Dus in plaats van de player pick-up item event gaan wij de entity pick-up item event gebruiken. En die kunnen we dus gewoon op set cancel true zetten. Oké, een aantal dingen wat ik ook even wil doen aan de events hier. Dit kan trouwens weg dan. Is hier zo if a.getPlayer.get game mode is game mode creative. Eigenlijk als dat niet zo is, dus als de game niet creative is, dan willen we eigenlijk cancelled op true zetten. Dus als de speler wel in creative is, dan kan die gewoon blokken breken. Zoals ik in de vorige aflevering zei, kunnen we dit later ook checken met ranks. Als een speler bijvoorbeeld de rank owner heeft, dat hij dan gewoon blokken kan breken. Maar voor nu kunnen we het even via de game mode doen, bij block plays ook. Item drop kunnen we doen. En deze hoeven niet allemaal in principe. Oké. En je kan het nog bij de pick-up item event doen. Maar dan moet je eerst kijken. If a.get entity instance of player. Player is a.get entity. En dan. Zo, omdat dit een entity is, moet je eerst kijken of de entity een speler is en dan kunnen we dit uitvoeren. Dus als de speler in creative is, dan kan die items oppakken, kan die items droppen, kan die blokken plaatsen en blokken breken. Oké, als tweede wil ik even doen hier bij de get lobby span. We hebben natuurlijk onze lobby span, die heb ik in ieder geval hier gezet. Jij hebt hem waarschijnlijk op een andere locatie staan. Maar wat we in ieder geval hier doen is dit in een methode zetten en dan eigenlijk gewoon De locatie hardcoden. En eigenlijk wil ik dit toch wel in een config file maken. Wat ik in de vorige aflevering zei is, omdat we deze plugin eigenlijk alleen in deze server gebruiken, kunnen we die locatie dus hardcoden in een method. Voor good practice, zoals ze dat noemen, maak ik het toch even in een config file. Config.yml.
Wat we dan kunnen doen is lobby spawn. En dan pakken we world. Die zetten wij dan. Die zetten we dan hier op world. En dan pakken we de x. Dan de ja en de pitch. En dan kan je het gewoon hier even opnieuw inzetten. Nu staat onze lobbyspan hier in onze config. Wat we dan kunnen doen is bij in de ondernemer moeten we save default config. Dit zorgt ervoor dat deze config file wordt geladen met de opties die wij hier inzetten, dat die er gelijk dan in komen te staan. Save default config in de ondernemer. Oké, wat we dan kunnen doen is return new location. We kunnen deze methode in principe gewoon houden. Return new location, dat doen we bucket.getWorld. En dan pakken we de config, getConfig.getString. En dan de lobby spawn world. .world. Dus deze gaat dan, die pakt dan deze, dus lobby spawn. En dan .world en dat is, hebben we dat gezet naar de wereld. Maar dat kunnen we dus heel gemakkelijk in de config veranderen als we deze plugin bijvoorbeeld in een andere server zetten. Of als de wereld een keer wordt aangepast. Dan kunnen we dat gewoon makkelijk in de config aanpassen. Dan hebben we de x nodig, getConfig.getDouble. En dan lobbyspan.x. En deze kunnen wij kopiëren. 1, 2. En dan de x, de y en de z. Dan kunnen we hem nog een keer aanpassen. De ja en de pitch. En die geven alle twee een error aan omdat het een float moet zijn. Dus wat we kunnen doen is hier een float van maken. En hier alle twee een float van maken. De ja en de pitch moeten namelijk een float zijn. Zo, en dan returnen wij dus de locatie vanuit onze config. Oké, top. Dan hebben we dat ook gedaan. En zoals je hier misschien kan zien, de wereld kan nul zijn. Dat komt namelijk als jij hier bijvoorbeeld een wereld inzet die helemaal niet bestaat, dan returnt dit, die getWorld is dan nul. Maar deze andere kunnen ook allemaal nul zijn natuurlijk. Dus ik weet niet waarom hij bij deze alleen een error aangeeft, maar in principe hoeven we dat niet te checken. Als je hier gewoon de goede gegevens inzet, dan gaat er niks mis. Oké, dan gaan we door naar onze connect listeners. Dan kan dit gesloten worden. En wat we hier doen, we maken hier gebruik van de player join event. En wij teleporteren de speler naar onze span als wij joinen. Maar we willen dit doen via een andere methode. Want ik heb namelijk gehoord van iemand dat als je dit doet in de player join event en de speler zit dan ergens anders in een map, dan gaat de server twee keer de chunks inladen. Dus het heeft iets te maken met performance. Dus wat we in ieder geval willen doen is dit hier uithalen. En wat we dan gaan doen, we maken even een nieuwe methode aan, public void. En dan onPlayerSpawn. En dan maken we gebruik van de player spawn location event. Zoals je hier kan zien bij de documentation van Spigot, staat hier bij deze player spawn location event called when a player is about to spawn in a world after joining the server. Dus wat we eigenlijk willen doen is event.setSpawnLocation en dan willen we deze pakken, dus de lobby spawn uit onze config. Zo, top. Dus dit zorgt ervoor dat als de speler de wereld joint, dat die dan wordt gespand bij onze lobbyspan. En dat heeft dus te maken met performance. Want als je dat in de player join event doet, dan worden, ik weet niet precies hoe het werkt, maar dan worden iets met chunks worden dan twee keer ingeladen. En als je dat in deze methode doet, in deze event, dan gaat het gewoon helemaal goed en dan werkt het gewoon prima. En wat ik als laatste nog even ga veranderen in deze hele plugin is overal waar ik E heb staan voor event. Dus hier gebruik ik E. Maak ik gewoon even event van. Dit is ook weer voor good practice, zoals ze dat noemen. Dus dat ga ik even veranderen. Hoeft niet natuurlijk als je dat niet wil. Maar
ik ga het toch even veranderen, want het kan nu nog. Nu is de plugin nog niet heel groot. En vanaf nu probeer ik ook te onthouden dat ik event moet gebruiken in plaats van E. Want het is natuurlijk gewoon beter als iemand, bijvoorbeeld jouw plugin, ooit een keer aan het lezen is. Dus als hij de code bekijkt, dan weet diegene dus dat het dat E gewoon event is, zeg maar. Dus overal waar E staat, ga ik dat even aanpassen. Oké, top. Nou, wat we nu kunnen gaan doen is het maken van onze server selector. Waar ik mee ga beginnen is met het maken van een nieuwe util class. En deze noem ik BungeeCord util. En in deze util class gaan we een methode maken. Public static void en dan connect to server. Dit is een methode waarmee we via BungeeCord de speler naar een andere server kunnen sturen. Wat we nodig hebben is onze main class, LobbyCoreSwash, die noem ik plugin, omdat die main class extends Java plugin, dus dan noem je hem natuurlijk vaak plugin. En dan een player, dus dat is de speler die we naar een andere server willen gaan sturen. En dan een string server name. Oké, wat ik ga doen is ik kopieer de code die bij deze methode hoort. Ik heb deze code gewoon van een Spigot website gepakt. En dit is eigenlijk de standaardcode die bijna iedereen gebruikt om een speler naar een andere server te verbinden. En hier staat ook al gelijk wat uitleg bij, dus als je dat wil lezen dan kan dat. Ik heb deze methode gewoon van een Spigot website gepakt. Je hoeft in principe niet per se te weten hoe dit werkt. Nou, zoals je hier ziet kan je het nog lezen. Create een nieuwe output stream. Zet de subchannel to connect. Eigenlijk is het een soort data die je stuurt naar BungeeCord. Zodat de speler daar naartoe wordt gestuurd. En dan doe je player.send, plugin message en dan main class en dan BungeeCord. En dan die data die je daarheen wil sturen. En waar je voor moet zorgen is de string server name, dus de servernaam die je meegeeft waar je de speler heen wilt sturen, naar welke server. Die servernaam moet dus een van de servers zijn in jouw BungeeCord config. En ik kan het wel even laten zien. Als je hier je BungeeCord hebt, dan heb je hier een config.yml. En dan helemaal onderaan heb jij je server staan. Ik heb momenteel twee, misschien heb jij er meerdere. Maar die string, die server name, moet dus gelijk zijn aan deze servers die jij hebt staan. Ik heb hier nu een lobby staan en een survival. Dus als ik er iets anders neerzet dan lobby of survival, dan werkt het dus niet. Dus je moet, bij mij is het lobby of survival. En bij jou heb je misschien meerdere of andere servernamen. Dat vind je dus in je Bungee server en dan config.yml. Oké, wat we dan gaan doen is het maken van onze item. Dus de server selector. En dat wordt een kompas. Je kan natuurlijk een eigen item verzinnen als je wil. We maken een nieuw package managers. En hier gaan wij een item manager class maken. In deze item manager, hier kunnen wij custom items inzetten. Bijvoorbeeld een server selector. Of bijvoorbeeld nog een item waarmee je nog een GUI opent of wat dan ook. Hier kunnen we verschillende items inzetten. En deze maken we allemaal static. Zodat we gewoon de items gewoon uit alle classes kunnen gebruiken. Public static item stack. En dan server selector kan je die noemen. Oké, wat we dan kunnen doen is een public static void. En dan kunnen we create server selector doen. Dan maken we hier nog een static methode. En die noemen we init van initialize. En dan kunnen wij create server selector hierin doen. En deze methode gaan wij uitvoeren in onze main class. Dus dat gaan we hier doen. Dat kunnen wij hier doen. itemManager.initialize. En wat dit ervoor zorgt, dat roept dus deze methode aan en dan voert hij weer deze methode uit, create server selector, en dan hierin wordt het item gemaakt. De server selector wordt dan gemaakt en die zetten we dan naar deze server selector. En dan kunnen wij deze dus weer pakken vanuit andere classes. En deze kan trouwens private worden. Wat we gaan doen is we maken een item stack. Die kunnen we item noemen, nieuwe item stack. En dan kan jij de server selector een item material geven. Ik doe hem kompas. Lekker standaard wat elke server heeft. Item meta meta en dan kunnen we item.get item meta doen zodat we nog dingetjes kunnen meegeven zoals bijvoorbeeld een display name. Laat ik bijvoorbeeld de kleur grijs doen en dan nog
chatcolor.bold. En dan kan je bijvoorbeeld server selector doen. En dan kunnen we meta.setLore doen. En dan, lore moet altijd een arraylist zijn van strings, een list van strings. Dus wat je kan doen is arrays.asList. En dan geef je hier gewoon een string mee en dan maakt hij het, automatisch maakt hij het dan een list. Wat je dan bijvoorbeeld kan meegeven aan de lore is click to play our amazing game modes. Zoals dit. Oké, bij het volgende stukje uitleg kan het zijn dat je een stukje code ziet erboven. Een regelcode die ik eigenlijk niet gebruik, maar later in de video leg ik uit dus, waarom ik dat niet gebruik. Dus je hoeft dat niet over te typen. Oké, wat we dan kunnen doen is item.set item meta meta als je klaar bent met de meta. En wat we dan doen is server selector is item. Dus deze zetten we dan naar ons gemaakte item. Hier zo. Oké, top. Deze wordt dan uiteindelijk hier uitgevoerd en deze wordt in de Onenable uitgevoerd. En dan wordt onze server selector zo in elkaar gezet. Oké, wat we dan kunnen gaan doen is een package maken menu. En hierin maken wij de server selector menu. En dit is het menu, oftewel het GUI, dat opent als we op de server selector klikken. Ik heb hier trouwens ook een tutorial over op mijn kanaal over GUI's. Dus als je die wilt bekijken, dan is het eigenlijk wel handig als je die hebt bekeken, want dan weet je een beetje hoe dit werkt. Ik maak altijd gebruik van de constructor, zodat we een nieuw server selector menu kunnen doen, een player meegeven en dan opent er een menu voor de speler. Oké, we maken een inventory aan, die noem ik inventory, is bucket.createInventory. De owner, dat is de player. De size zet ik op 27, dat zijn 3 rijen. En dan de titel doe ik bijvoorbeeld server selector. En je mag er nog een chat color bij geven als je dat wil. Ik vind dat vaak niet zo heel mooi uitzien. Dus ik doe het gewoon standaard zonder chat color. En wat je nu kan doen is items gaan toevoegen aan de inventory. En je wilt natuurlijk eigenlijk voor elke server die je hebt een item toevoegen. Nou, ik heb nu 1 server. En die bij mij heet die nu de survival server. Misschien ga ik dit nog aanpassen. Ik weet natuurlijk nog helemaal niet welke game mode ik ga maken in deze serie. Maar voor nu heet het nog survival bij mij. En ik heb nu nog 1 server, dus ik maak ook 1 item. Nou, om een item te maken doe je natuurlijk item stack. En dan kan je de naam geven van je server. Bijvoorbeeld survival is new item stack. En dan kan je het een material meegeven. Ik doe bijvoorbeeld grass. Blok, dat lijkt wel een beetje op survival. Nou, dan kan je een item meta meegeven. Item meta meta survival meta is survival.get item meta survival meta.set display name. En dan kan je bijvoorbeeld een leuke kleur meegeven. Oké. Nou, en dan kan je ook nog een lore meegeven. Ik heb hier alvast wat op voorbereid, zodat ik het niet helemaal hoef uit te typen in de video. Zo, ik maak hier een lijst van strings. Dat is dus de survival lore. En dan voeg ik allemaal tekst toe aan de lore. En dan hier een kleine beschrijving van de server. En dan nog click to connect. En dan zet ik hier nog de lore. Wat ik dan kan doen is survival. Het set item meta, survival meta. En als je dan klaar bent met je item, dan doe je inventory.set item. En dan kan je een index meegeven. Dus dat is een slot waar jij je item wil hebben staan. Ik doe hem op positie op de slot 13. Dat is ongeveer in het midden als het goed is. En dan survival, dat is het item. Nou, en dan doe je player.open inventory. Inventory. Dit moet je natuurlijk niet vergeten, want anders werkt het niet. Nou, als je dus meerdere servers hebt, dan maak je waarschijnlijk ook meerdere items. Ik heb nu 1 server, dus ik heb nu ook 1 item. Zorg ervoor dat je elk item natuurlijk een andere naam geeft. De meta ook een andere naam, de lore ook. En dat je natuurlijk elk item op een andere slot neerzet. En vergeet ook niet altijd de item meta te zetten, want dat vergeten vaak veel mensen altijd. Oké, dan zijn we helemaal klaar met onze menu. Oké, wat we dan nu kunnen doen is bezig met onze listener. Zodat we op onze server selector kunnen klikken.
Dus ik maak hier een nieuwe class en die noem ik item click listener. Implement listener. Het event handler public void. En dan gebruiken we onInteract, de player interact event. Oké, we pakken als eerste even de speler. Event.get player. Oké, en dan willen we, eigenlijk wil ik alleen op de server selector kunnen klikken met rechtermuisknop. En dan rechtermuisknop op lucht of rechtermuisknop op een blok. Dus we kunnen checken if event.get action is action. Punt right click R of event.getAction is action.right click block. En dan willen we de code gaan uitvoeren. En als tweede willen we checken if event.getHand is equipment slot.hand. Want we willen dit namelijk checken, want als we dit niet checken, dan wordt dit event twee keer uitgevoerd. Want dan wordt het namelijk uitgevoerd voor de hand en voor de off hand. Dus daarom gaan we checken if event.getHand is de alleen hand. Dus dan wordt het maar één keer uitgevoerd. En dat willen we natuurlijk. En we willen nog checken if event.getItem is niet 0. Dus oftewel we klikken op een item en niet op geen item. En na al deze checks kunnen wij gaan checken if event.getItem is... item manager.server selector. Kijk, en dan weten we dus dat we op de server selector hebben geklikt en dan kunnen we een nieuw server selector menu doen. Deze en dan de player. En dit zorgt ervoor dat onze server selector GUI wordt geopend. En dat is ook alles wat we hoeven te doen in dit event. En ik realiseer me net dat eigenlijk dit helemaal niet nodig is, die persistent data container. Omdat, dus dit kan weggehaald worden. Omdat wij hier eigenlijk checken if event.get item en dan gewoon die hele item pakken. Dus dat is deze. Dus dit hebben we eigenlijk helemaal niet nodig. Ik dacht eerst dat we dit nodig hadden. Maar dat uiteindelijk niet. We kunnen natuurlijk gewoon zo gaan checken. Dus dat hoeft niet. Maar we kunnen dit gewoon zo gaan doen. Dus dit is goed. Wat we even moeten doen is deze listener registreren. Hier hebben we een methode voor pm.register events new item click listener en dan this. Oké. Nou, als we nu op de service selector klikken, dan wordt dit menu dus geopend. Maar als we dan vervolgens in het menu op een van onze items klikken, dus ik heb er in dit geval heb ik er maar één, deze. Dan willen we natuurlijk ook iets gaan uitvoeren als wij hierop klikken, op dit item. En daarvoor gaan wij nog een listener maken. En ik noem deze menu click listener. Dus we hebben een item click listener en een menu click listener. In deze, de item click listener, gaan wij alle dingen uitvoeren als we op een item klikken in onze hotbar. En in de menu click listener gaan wij dingen uitvoeren die in een menu zijn. Dus als je op een item klikt in een menu. Implements listener event handler public void on inventory click inventory click event. Oké, als event.getCurrentItem als dat 0 is, dan willen we return. Oftewel, als we nergens op hebben geklikt op geen item, dan willen we returnen. Dus dan willen we niks gaan doen. Dan pakken we even de player. Player cast en naar player event en get who clicked. Want op een of andere manier is dit geen player, maar is dit een even kijken, een human entity. Geen idee waarom dat zo is, maar daarom moeten we het casten naar player. Wat misschien handig is, is om even de inf name te pakken, dus de inventory naam. Event.getView.getTitle is dat. En we pakken even het item waar we op hebben geklikt. En dat is een material. Dus event.getCurrentItem.getType. Oké, en wat we dan kunnen doen is if inventoryName.equals. En dan de server selector menu. Dus dat is deze. En dan pakken we de titel daarvan. Stel dat jij hier chatcallers hebt gebruikt. Zorg er dan voor dat je die chatcallers ook meepakt.
Ik vind het altijd fijn om geen shared colors in inventory namen te gebruiken. Omdat het ten eerste mooier uitziet, vind ik. En ten tweede het makkelijker is om te controleren bij zulke events. Je kan ook equals ignore case gebruiken als je dat liever hebt. Dus als wij als de inventory server selector is, dan willen we als eerste event met set cancel true doen. En dit zorgt ervoor dat wij geen items uit onze inventory kunnen pakken en dat we niks kunnen slepen. En wat we dan kunnen checken is if item, dus dat is het item waarop we hebben geklikt, equals en dan material.grass blok. En ik doe hier grass blok omdat mijn survival knop, survival item, dat is een grass blok, dat is deze. Stel jij hebt hier een andere material, dan moet je die hier neerzetten. En stel jij hebt ook meerdere items, dan kan je gewoon else if toevoegen. En dan kopieer je dit en dan check je bij de andere material. Zo kan je dat doen. Stel dat jij meerdere items hebt met dezelfde material, dan kan je ook checken van event.get raw slot. Dan kan je daar ook voor checken. Dan check je op welke slot de speler heeft geklikt en dat is dan een int. Oké, en dan hebben we dus op de survival server geklikt. En wat we dan kunnen doen is spelen een bericht sturen bijvoorbeeld. Chatcolor.green. En dan zeggen we bijvoorbeeld sending you to survival server. ... Nou, dit is misschien nog mooi om te doen. En wat we dan kunnen doen, dan kunnen we de bungee cord util gebruiken. Bungee cord util en dan .connect to server. Dan hebben we de plugin nodig. Die hebben we nog niet. Dus die kunnen we hier even pakken of aanmaken. Lobbycore/plugin. Dan maken we een constructor aan. Lobbycore. En dan plugin. This.plugin is plugin. Zetten we hier plugin neer. Zetten we hier de player neer. En de server name. En dat is bij mij survival. En zorg ervoor dat je dus de goede server name hier neerzet. Als laatste moeten we deze listener ook even registreren. Dat doen we in onze main class. Kopiëren we dit. Boom. Menu click listener. Moeten we hier dit neerzetten. En dan zijn we helemaal klaar. Kunnen we dit allemaal sluiten zo. Ja, dan zijn we eigenlijk klaar. Dan kunnen we onze plugin gaan testen. Oké, wat ik nog even wil doen is, dat had ik de vorige aflevering niet gedaan. Maar even een bericht sturen als de plugin is opgestart. In de onderenable helemaal onderaan kan je bucket.get console sender doen, een send message en dan bijvoorbeeld chatcolor.green lobbycore plugin enabled. Oké, dan doen we dat in de disable on disable en dan chatcolor.red lobbycore plugin disabled. Oké, top. Nou, en dan kunnen we nu onze plugin gaan testen. We klikken hier rechtsboven op deze groene knop. En ik ben zo te zien iets heel belangrijks vergeten. En dat is, we hebben namelijk de server selector helemaal niet in onze inventory gezet. Dus dat gaan we maar even doen. Connect listener. Player join event. We kunnen hier player.getInventory.setItem. Daar kan je een slot mee geven. Ik doe slot 0. Dat is deze slot. Hier wil ik de server selector. Dan een item stack, dat is itemmanager.serverselector. Oké, nu geven we de server selector aan de speler als hij joint. Oké, ik had nog even een paar kleine foutjes gemaakt. Want hier, onze server selector werkt blijkbaar niet. Omdat ik hier is gebruik, dubbel is. Maar dat kan blijkbaar niet met dit item. Dus we moeten .equals doen en dan deze. Dus if event.getItem.equals en dan server selector. Dubbel is werkt blijkbaar niet bij item stacks. Oké, en als tweede wat ik ben vergeten is, in de main class moeten wij, hier kunnen we bovenaan, bucket.getMessenger.registerOutgoingPluginChannel. En dan de plugin, dat is this. En wat we dan moeten invullen hier is bungee cord. Dit zorgt ervoor dat wij uiteindelijk gebruik kunnen maken van deze util, want anders werkt dit niet. En in de onDisable moeten we bucket.getMessenger en dan .unregisterOutgoingPluginChannel en dan this hoeven we alleen te doen. Oké, dus zo registreren we zeg maar de bungee cord channel zodat we
dingen kunnen versturen naar Bungie Core via deze util. En als laatste wil ik even deze kleur van de server selector nog even veranderen naar geel. Vind ik wat mooier. En dan kunnen we nu echt onze plugin gaan testen. Oké, ik join nu de server. Oké, top. We hebben hier onze server selector. We kunnen er nu wel op klikken. Ik heb hier één item in staan, survival. Ik kan hierop klikken. Boom. Ik krijg een bericht en ik word in de survival server gestuurd. Stel nou, ik heb de survival server niet aanstaan, want ik heb hem nu wel aanstaan. Maar als ik hem niet heb aanstaan, dan komt er gewoon een soort errorbericht in jouw chat te staan. En dat ziet er zo uit. Kijk, zo ziet het eruit als de server niet aanstaat, deze server. We spannen ook bij de span, dus we hebben de span ook in onze config gezet en dat werkt nu ook helemaal. En de andere kleine dingen die we hebben aangepast werken ook prima. Oké, we hebben weer veel gedaan deze aflevering. En de video is ook aardig lang geworden. Dus ik vind dat het voor vandaag genoeg is geweest. Vergeet niet te liken, want bij de 10 likes dan pas komt er een nieuwe aflevering online van deze serie. Dus je moet zeker gaan liken, want anders komt er niks meer online. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Join de Discord server, link staat in de beschrijving. Laat ook vooral tips achter in de reacties en laat ook vooral achter wat je allemaal wil zien in deze serie. Wat we allemaal moeten gaan maken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Later.